de relaties. Dus dat is ook wel interessant in wat er nu gebeurt. Want we zijn natuurlijk naast het feit dat we een prachtige verbinding krijgen met het goddelijke nu, hè, dat we gisteren hebben ervaren, is het ook iedere keer, als je de levensinitiatiemodel kent met de ziel in het midden, dan de pijnlaag en dan het zelfbeeld eromheen, hoe meer je de verbinding hebt met God, hoe sterker jouw ziel ook wordt. Dus die raakt wel, die zon gaat door die pijnlaag heen, door die zelfbeeldlagen. Ik zag een heel mooi stukje op social media over iemand die tegen God zegt, help, help, ik val uit elkaar, de stukjes vallen van me af. En I break down. En God zegt, nee, je break through. Weet je, dus die ziel gaat eigenlijk, die zon wordt zo sterk en gaat door die stukken heen. Dus er worden ook veel dingen aangeraakt. En ik hoor het ook een beetje om me heen. Ik hoorde laatst echt een enorme ruzie ook weer tussen een stel. We zitten heel erg op elkaar. Ook weten we dat families je grootste triggers kunnen zijn. Hoeft helemaal niet, kan wel. Ook omdat er vaak ook weer verwachtingen zijn. Of vrienden, of geliefdes, of je eigen kinderen. En ik trok deze kaart voor vandaag. Mooi, hè, met die Fibonacci-spiraal. Dat is eigenlijk zo'n mooi beeld, is dit. Hoe alles ook, dat vind ik ook zo interessant, hè, hoe alles in dat universum geometrisch aan elkaar hangt. Alles is geometrie. Vind ik zoiets bijzonders eigenlijk. Dan zie je ook al dat niks zomaar gebeurt. Of dat zoveel dingen een hoger plan hebben en kloppen en Ik vind het zelf ook, weet je, de dingen die nu gebeuren. En met alles wat er gebeurt in je leven. En ook wat nu wordt aangeraakt. Misschien in je, of bij sommigen misschien ook echt de doodsangst. Of bij sommigen ook wel echt de rouw om mensen te verliezen. Of bij sommigen het grote bestaansangst dat je niet genoeg verdient. En er zijn heel veel van die dingen die nu ontstaan. Of het al een aantal weken met je gezin in één ruimte of in één huis zitten. Of niet naar buiten kunnen. Of nou, noem maar op. Er gebeurt natuurlijk van alles. Ja, oké. Marijke, ik zie je vraag over de wil wel vraag. Ik heb een paar lastige dagen gehad met kramp in mijn buik. Na trigger van verwachtingen. Nou, daar heb je hem al. Oké, dus deze kaart heb ik getrokken. Spiralen staan voor helende energie. Deze kaart roept je op tot herstel en tot helen van je relaties. Met name binnen je familie. Je wordt gevraagd om naar het goede te kijken in al degenen die dicht bij je staan. Het is tijd om een nieuwe dynamiek in je relaties te brengen. Een nieuwe bewogenheid. En deze kaart geeft je de helende kracht om dat te doen. Kijk naar wat elk van je relaties je heeft opgeleverd, wat de gift erin is. Zoek de God in ieder mens uit je dankbaarheid aan iedereen die je naast staat. Dan zul je niet alleen iets nieuws ervaren in al je relaties, maar ook in je eigen hart. En dit vind ik wel mooi, want we hadden het gisteren ook zo over dankbaarheid. Dus de dankbaarheid voelen van en dat is soms heel moeilijk, dat realiseer ik me direct, want sommigen hebben zeer problematische relaties met hun ouders of hun kinderen, of ze zien elkaar niet meer, of nou, noem maar op. En soms lijd je eronder, soms lijd je er niet onder, dat kan ook. Maar dan is deze, van ga het maar goed maken, misschien wat moeilijker. Maar de dankbaarheid voelen, de les wat je leert van elkaar, omdat dat zijn natuurlijk soms wel ook je grootste leermeesters, je grootste spiegels. Ik wil niet zeggen dat we die leermeesters of die spiegels leuk vinden, dat is een ander verhaal. Maar je kan wel de dankbaarheid voelen in hoe je over dingen doorheen gaat. Hè. Vaak is iemand dichtbij, kan je grootste trigger zijn. En mensen veraf, ja, dat is allemaal prima. Dan heb je veel meer, kan je in een zielsverbinding gaan. Maar met families vind ik dat zo mooi. Want dan zie je altijd de
irritante ego-trekjes omhoog komen. En ook het ego-gevecht wat daardoor kan komen. En het heeft niets met de ziel te maken. Ik geloof niet dat de ziel beschadigd kan worden. Het ego kan daarentegen wel beschadigd worden. Ik geloof ook niet dat de ziel uithaalt. Ik geloof dat het ego uithaalt door een tekort aan liefde. Dus voor mij is als mensen in dat gevecht komen, zijn het twee ego's die met elkaar vechten. Maar met de ziel, daar kan uiteindelijk, die kan niet beschadigd worden. En voor mij is dat een heel fijn gevoel. Ook door alles wat je meemaakt in je leven, dat jouw ziel niet beschadigd kan worden. Jouw licht kan niet beschadigd worden. Het kan wel even een stuk minder gaan stralen. En dat is weer iets anders, omdat die pijnlaag er zo overheen ligt of omheen ligt. En ja, met de partners en met de familie, daar heb je nu je grootste triggers. En wat leuk is, als je eens nu bedenkt waar je dankbaar voor bent. Bij je partner en bij je moeder en bij je zus en bij je broertje of noem maar op. Waar ben je dankbaar voor? Wat voel je dan? En wat wel mooi is om inderdaad toch te kijken naar de God in de ander. En het wil niet zeggen waardoor zie je toch problemen ontstaan omdat we zoveel verwachtingen hebben hoe de ander moet zijn. We hebben verwachtingen van ons partner, we hebben verwachtingen van onze ouders, we hebben verwachtingen van onze kinderen. En ergens als zij anders doen dan wij willen, raakt dat ook weer een angst in ons. En dat vind ik een interessant proces. Het is ook juist dat je aan de mensen dichtbij vraagt om liefde. Of je komt in een afhankelijkheid van als zij vervelend doen, dan voel ik mezelf ook niet goed. En stel je eens voor dat we daar ook bovenuit kunnen stijgen, maar ook aan de andere kant, als ik liefde nodig heb of aandacht of bevestiging, of ik heb een verwachting van mijn partner, hij of zij moet zo zijn, dat ik hem eerst eens opvul in mij. En blijft die verwachting dan nog? Of verdwijnt dat? Of geef je daarmee een ruimte? Dus het is twee kanten op. Het is ik vraag om liefde. En ik vind dat de ander dat moet geven. Omdat hij toch zo van me houdt. Of aan de andere kant, iemand uit de familie blijft aan mij vragen om liefde te geven. Maar kan je een beklemming voelen. En aan de andere kant, als je voelt de dankbaarheid, dus even terug, wat wil iets hebben, dan is eigenlijk altijd de persoonlijkheid. En daar zit heel veel liefde op voorwaarden. En dat is gewoon helaas een feit. Dat is ook niet erg, maar er is dus op een ander vlak waarop je verbinding kunt maken met elkaar. Er is een vlak van de ziel waarop je verbinding kan maken. Er is een vlak waarop je heel veel licht en energie kunt sturen. En het kan zijn dat het voor de ander niet goed is of die wil het anders. Ik heb zelf in mijn leven ervaren dat ik als mens een bepaald soort liefde zoek. En in mijn relatie ook, of in mijn relatie met je moeder of met wie dan ook, heb je een bepaalde verwachting hoe je graag en wat voor een liefde je graag zou willen ontvangen. Maar eigenlijk is dat een onmogelijke taak die je een ander geeft, omdat het nooit helemaal is zoals jij het wil. En waarop de ander dan ook in zo'n moeilijke positie kan komen. En maar aan de andere kant is het heel fijn om die dankbaarheid te voelen, ook voor lessen die iets moeilijker zijn. En ook
als je echt de ander dieper verbinding meemaakt met de ziel, dan ga je de ander ook begrijpen. En met de ziel, met elkaar, komt alles goed. Alles is daarin goed. Alles wordt ook vergeven. Ik heb zoveel readingen gehad van mensen die zijn overleden. En die daarna een reading hebben met een geliefde hier. En er is een spijt. Ze zien wat de consequenties is van hun gedrag. Maar er is zo snel die vergeving die plaatsvindt. En dat is zoiets moois. Ook van mensen die daar zijn, die hun iets is aangedaan, dat valt weg. Het is net alsof je het beeld, het geheel ziet. En dat vind ik altijd wel heel bijzonder. Ik ga eens even kijken of er vragen zijn. Ja, Daphne, heel herkenbaar. Hoe maak je contact met de ziel, met de ander? Goeie vraag. Als je je eigen zon aanzet, zet je eigen zon aan en maak dat licht steeds groter. En voel hoe dat stroomt naar de zon van de ander. En het is wel leuk om dit uit te proberen zonder woorden, want dat is weer een ander level. Hè? En in woorden raken we weer snel verstrikt in het ego. Maar vanuit je hart opengooien, vanuit de ziel, vanuit dankbaarheid, alsof je met jouw licht het licht van de ander omhelst. Zo zou ik het doen. En dat zou ik een aantal keer doen als je moeite hebt met iemand. En kijk eens het effect. En ik vind vooral bij kinderen heel zichtbaar dat hoe jij bent is wat zij ook direct spiegelen. En voor jezelf ook. Is hoe meer je dan in die rust komt, in die relaxedheid, in het niet te snel reageren, hoe rustiger het wordt. Mooi, Therese zegt, sinds ik met de levensinitiatie bezig ben, verandert de relatie met mijn ouders erg in positieve zin. Ik heb dat bij meerdere mensen gevoeld. Moet de ander zijn of haar zon ook aanzetten? Nee, want niet de ander heeft niet altijd door, misschien, wat dat betekent. En het start vanuit jou. En het is het mooiste. Ik heb echt wonderbaarlijke verhalen al gehoord van mensen die hun zon aan hebben gezet, liefde hebben gestuurd en wat er dan gebeurt. Maar ook jarenlange, bijna levenslange relaties die opeens veranderen met ouders of met kinderen. En daar in één keer een openheid ontstaat. Dat is echt zoiets prachtigs. En met sommigen gebeurt het niet. Dan zou ik je willen vragen, heb het vertrouwen dat het ook echt goed komt daarna. Soms is iemand zo in zijn eigen pijn of in zijn eigen verstriktheid op verwarrende gedachten, is er geen zelfreflectie, is er geen groei, dat kan. Maar vertrouw dan en weet dan dat echt het moment dat we overgaan, de schellen van je ogen afvallen en je het ziet. En het is zo mooi wat er dan gebeurt. Het is zo mooi om te voelen wat er gebeurt met een ziel die overlijdt. En het is echt alsof die zon doorbreekt door die lagen en die schellen vallen van je af. Zoals dat stuk van die man die tegen God zegt, het valt van alles van me af en ik raak stukken van mezelf kwijt. En nee, het is juist de bedoeling om te worden weer wat je echt bent. En heel praktisch, als je een uitdaging hebt in een relatie, stel je reactie uit. Stop. Want juist de reactie is vaak vanuit het ego. De ziel reageert niet zo snel. Het is het ego wat instinctief reageert in vechten of vluchten of in slachtofferschap of in aanval of nou noem maar op.
Stel je reactie uit. Als er iets wordt geraakt in jou, ga even terug naar jouw eigen ziel, naar jouw zon. En voel wat er gebeurt. Want dat is ook het moment waarop de triggers zich los kunnen gaan laten van jou. Waarop de volgende keer dat het gebeurt, dat dezelfde trigger komt. Er niks meer met je gebeurt. En we kunnen een ander niet veranderen. We kunnen alleen onze manier waarop we naar iets kijken kunnen we veranderen. Dus stel je voor dat je je hart openzet nu. Dat je je ziel, dat je je zon aan hebt. En dat je jouw familie, je partner, je kinderen en ook juist degene waar je moeite mee hebt of denkt moeite mee te hebben, omhelst met jouw licht. Gewoon omhelzen. Verder niks. Er hoeft niet iets te gefixt te worden. Iedereen heeft zijn eigen proces. Voel eens wat er gebeurt als je de ander bedankt. En jouw zon laat stralen naar het hart van de ander. Hoe voelt dat? En inderdaad, in woord heeft geen zin. Het is echt een gevoel. Ja, het voelt dat ik dan over me heen laat lopen. Dat is wat het ego dan zegt. Van, dat kan niet, want je laat over je heen lopen. Maar wat je doet, je zit vanuit jouw heilige ruimte, doe je dat. En alles, iedere verandering, heb je niet gemerkt dat als er een ruzie is, dat je er bijna nooit uitkomt met woorden? Dat het ligt op een ander vlak. Zoals Einstein altijd zegt, het probleem wat je hebt moet je toch op een ander level oplossen. Hetzelfde waar we nu in zitten. En dat level is een veel spiritueler level, veel meer vanuit de ziel. Waarin je die zon, gewoon de zon stralen, zonder dat je er iets van vindt of moet of wat dan ook. En dan kijken wat er gebeurt. En het is typisch, mijn ego kan ook dat soort dingen, soort achterdeurtechnieken vind ik dat, om je toch in die vechthouding of toch niet te willen vergeven. Maar ook vergeven is iets wat we alleen maar voor onszelf doen, wat niets te maken heeft met over me heen laten lopen. Het is voor mij wel zo dat als er een constante heen en weer getrek is. We hebben natuurlijk de aanname dat je als familie het altijd leuk moet hebben. Dat is een aanname. De realiteit laat wel eens wat anders zien. Bij veel mensen. En we hebben ook het idee dat je juist met je familieleden het heel goed moet hebben. Terwijl je soms vrienden hebt. En mensen iets verder af. Of meer zielsverbindingen. Waar je enorme vriendschappen en liefde in voelt. En dat is ook oké. Het is niet zo dat je, als er in de familie zoveel ellende is, en dat kan op fysiek level zijn, of mentaal, of noem maar op, dat je dat altijd maar over je heen moet laten komen. Soms is er een moment waarop je moet zeggen, tot hier, niet verder, nu even niet. Ik leef alleen ook verder prima. En dat is iets wat je allemaal voor jezelf moet blijven voelen. Ik heb wel gezien dat door licht te blijven sturen er wonderbaarlijke veranderingen kunnen ontstaan. Omdat je natuurlijk dat licht van de ander eigenlijk aandoet. Maar soms gaat dat niet. En ook dat moet je voelen. Ja, zon eerst naar jezelf. Wat als je licht geweigerd wordt? Goeie vraag, Mark.
Maar het licht wordt niet geweigerd. Misschien jouw woorden wel, of je nabijheid, maar jouw licht wordt eigenlijk nooit geweigerd. Het licht vind ik ook zo mooi, want het gaat overal daarheen. Ik wil niet zeggen dat het direct effect heeft. Ook daarin ligt weer het grote vertrouwen. Nou, dit is mooi. We kunnen hier eindeloos op doorgaan, zie ik al. Laten we morgen hier op doorgaan. En stel je vragen, zet ze hieronder, dat ik ze nog kan beantwoorden. En bij de mensen van Instagram, ik zal deze op mijn pagina ook weer delen, dat je ook daaronder je vragen kunt stellen. Maar dat is mooi. Laten we morgen een stapje verder gaan daarin. In hele praktische dingen. Maar mijn allereerste praktische ding is stop. Stop. Geen reactie. Omdat we dan blijven uit het instinctieve van het ego. En ik wens jullie een hele fijne dag. En tot morgen.